Oh, er staat iemand. Er is iets. Van de gemeente of zo. Het is hartstikke gevaarlijk om nou op het... Zijn ze op het water? Op een bootje. Oh jee. Dadelijk hebben ze een lijk gevonden of zo. Hallo? Wat zijn jullie aan het doen? Wij gaan op vissen. Oh, je staat in het water. Wat zeg je? Je gaat pissen? We gaan vissen, ja. Oh, ik denk je bent van de gemeente of van de recherche of zo. Ik dacht dat jullie van de politie waren of zo. Hoezo? Ben je wat illegaals aan het doen dan? Oh ja, je mag niet overal vissen. Ja, maar dit is niet zomaar vissen. Het is, hebt er allemaal gereedschap bij, joh. Dus ik ga eigenlijk met die grote boot ga ik me eigenlijk verplaatsen naar plekken waar eigenlijk de grootste zoetwaterrover ligt. Dat is de Meerval. De Silurus glianus. En die zit hier tot 2,50 meter, schat ik. Wat? De clitoris gigantus? Nee, dat is wel een hele grote clitoris dan als die 2,50 is, hè? 2,50? 2,50, ja, dat is nergens. Hebben jullie mij nog niet gezien? Nee, ik heb ook het grootste. Ik heb Benelux record gevestigd op 2,43. Kan ik je ook laten zien? Ben jij dat? Dat ben ik. Oh, zielig. Nee, dat is niet zielig, want ik doe heel voorzichtig, maar dan ben ik laat hem weer vrij. Hij hoeft alleen maar even op de foto. Die grote krijg je niet zomaar cadeau. Dus daarom ben ik ook veel nacht op het water. Om ze te vangen, ja. Want ze zijn 's nachts actief? 's Nachts zijn ze actief, hoor. Ja. Voor mij is het ook mijn therapie natuurlijk, want ik heb ADHD. En het zit in mijn hoofd. En als ik op het water zit, dan ben ik één. En dan hoef ik maar één ding te doen. Die vis vangen, achter die vis aan. Dan heb ik geen stress voor mijn werk en dat soort toestanden allemaal. Okay. Je kan even mee om te kijken, hè? Misschien vind je het wat. Als je het één keer gedaan hebt, dan... Ik heb het ook één keer gedaan en ik was gelijk verslaafd. Ik wil wel even zien hoe je het doet. Ja? Maar, ik denk dat ik het avontuur ervan wel snap. Je moet het ervaren. Klem er maar in. Dag allemaal. Hier staat daar een brug, hè? Ja, een paal in het water, hè? Ja, daar moeten we niet tegenaan varen. Er staat een paal in het water. Schembek? Schembek? Ja, dat is plat Nemwees. De adrenaline begint al te stijgen. Ja? Ja, ja. Ik vermoed eigenlijk dat hij hier is, vandaag. Ergens. Wat een apparatuur, man. Wat moet dat niet kosten, joh? Ja, een beetje zat op deze boot. Het kost 6.500 euro. Kom je eraan? Heb je gewoon werk? Ik heb een bouwbedrijf. Slaap je dan niet? Nee, ik slaap de hele nacht niet. Ja, het kan zomaar zijn dat ik gewoon 's morgens weer rechtstreeks naar mijn werk ga. Echt? Ja, dat is wat ik bedoel. Die vis die vreet mijn ziel op. Oh, je gaat gewoon zo op? Wat is dat? Dit is mijn onderwatercamera, zeg maar. Daar zie ik al iets zwemmen, zie je? Ga jij maar even je ding doen. Ik ga hier even een rondje maken. Wij blijven hier. Dat is goed. Niet waar gaan, hè? Moet je voorstellen dat je dan in je eentje zo midden in de nacht op zo'n klein kutbootje op een vis van 2,5 meter zit te jagen. Wat heb je? Wat is het? Snoekbaas. Leuke bijvangst. Wat een mooi diertje. Kijk, zijn tanden. Een echte roofvis. Vind je dit ook mooi, deze? Deze vind ik heel mooi. Hele mooie vis. Hier zou een gemiddelde visser heel blij mee zijn. Eigenlijk wel, ja. Maar voor jou is dit bijvangst. Dit is bijvangst, ja. Die meerval is echt een obsessie, klinkt het. Ja, het is wel een obsessie. Het is een way of life, hè. Het stopt niet, hè. Ja. Soms ga ik 3-4 nachten achter elkaar. Ja, dan slaap je gewoon 48 uur niet, maar het moet. Het is een moedje. Ik krijg er meer last van als ik thuis blijf zitten, als dat ik niet ga vissen. Daar word ik heel hyper de pieper van. Onrustig? Ja, ik heel onrustig. Dan kan ik niet meer op de stoel zitten. Nee, dan ben ik helemaal maf. Ik wil eigenlijk ook de grootste van Europa vangen. Ik moet hem gewoon vangen. Is dat ook een beetje een soort bewijsdrang? Voor mezelf wel, ja. Ik wil ook aan mijn dochter laten zien, kijk, je kan alles bereiken in het leven, als je maar wil. Ik was vroeger, daar had ik mijn school niet afgemaakt en was wel een boefje, zeg maar. Oh ja? Ja, we hebben natuurlijk wel dingen gedaan waar ik niet zo trots op ben natuurlijk. Altijd een beetje vechten en dat soort, een beetje die qua jongens streken. En ja, op een gegeven moment dan zie je ook wel dat dat niet de weg is eigenlijk. Ja, maar dat was ook een beetje die energie die eruit moest dan vroeger. Ja, maar toen wist ik dat niet. Hè? Want vroeger was je eigenlijk gewoon een druk kind. Mijn leven is naar een puzzel die ik nou in elkaar aan het leggen ben. Hè? Daarom deed ik dit, daarom heb ik mijn school niet afgemaakt. Verslavingsgevoelig, impulsief gedrag. Ja, zeker. Ja.
Dit is ook een beetje verslaving. Ja, ik ben hier ook weer aan verslaafd. Eigenlijk alles wat ik doe, ja, daar moet ik wel mee uitkijken natuurlijk. Extreme ben je aan het opzoeken. Ja, ik ben een adrenaline junkie. Maar mijn vrouw is er aan gewend, denk ik. Eigenlijk zit zij ook een beetje tegen wil en dank in een soort driehoeksrelatie. In principe wel, ja. Met Paul aan de Meerval. Hele glibberige driehoeksrelatie. Ja, 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 ik aan de Meerval en Petra, zeg maar. Dat is het eigenlijk. Ja. Dat is niet anders. Arme Petra. Ja, soms wel. Dat is wel, ik moet heel even weg. Daar gaat hij. Het zwarte gat in.